Omdat ook gewoon mensen, ik heb denk ik wel een stuk of 30, 40 mensen die naar me toe kwamen. Alleen maar over mijn zoon hadden, over Jordi gingen praten, mijn kind. Ja, dus ik was al wat, ik voelde me al een beetje emotioneel. Ja. Dat is logisch, mijn moeder, weet je. Ja, en dan komt dat er ook nog eens bij. En ik zit echt, ik heb het met Mariska al over gehad. Mariska zei tegen mij van, ja Lex, je hoeft geen excuus aan te bieden, want je hebt helemaal niks verkeerds gedaan. Ja, ga je er nog wat van zeggen over wat je zegt? Ja, weet je, dat had ik gewoon niet moeten doen. Kijk, dat hij me gewoon 50 plus wordt, dat kwam bij mij even met verkeerd keel gaan. Want zo ben ik niet. En ik heb al moeite met het ouder worden, weet je. Ja. Daar kan ik gewoon niks aan doen, weet je. Ik denk heel veel vrouwen dat wil hebben, weet je wel. Daar ga ik wel mijn excuus voor aanbieden. Okay. Maar ik vind wel dat... ik vind dat ik van hem ook wel een excuus waard ben, weet je wel. Zeker. Of ik dat krijg, weet ik niet. Maar ga je naar hem toe? Ben je van plan naar hem toe te gaan, zodat hij naar jou toe komt? Wat vind jij? Hoe ik het zou aanpakken is, Jens, sorry dat ik je moeder erbij betrokken heb in onze ruzie. Ja, kijk, het enige wat ik heb gedaan, hij zei 50 plus, zei ik alleen van 50 plus, ja, je moeder, weet je wel. En dat had ik gewoon echt niet moeten zeggen. Ik schrok ervan dat ik überhaupt zei. Ja, dat zei ik ook aan je. En dat is het enige wat je kan zeggen tegen hem en daarna loop je weg als hij niks zegt. Ja. Ik loop zo wel van hem toe. Maar ik weet je wat het is? Toen ik ook een beetje niet lekker zat met Milene, ben ik ook naar haar toe gegaan, weet je wel. Maar ik ben altijd wel degene die naar mensen toe loopt. Maar dat komt ook omdat jij... Ja, je bent toch een gevoelsmens. Ja. En als jou iets dwars zit, dan wil jij dat diegene dat weet. En je wilt het gewoon delen met een ander, snap je? En ik vind dat alleen maar een mooie eigenschap. Ja. Dat je naar mensen toe gaat en dat jij gewoon je trots aan de kant zet en dat jij maar de eerste stap waagt. Maar dan kan je in ieder geval wel uiten. Ja. Wat hij te zeggen heeft, boeit je niet. Nee. Want misschien zegt hij wel sorry, misschien niet. Nee, nou, prima. Prima, heb ik het wel gezegd, ja. Ja. Ik, heb jij in ieder geval van je goede kant? Weet je wel, toen ik tegen jou zei van, ja, mocht ik gaan stemmen, ja, weet je, misschien op Jensen, weet je wel. Maar op Jensen kan ik niet, als het allemaal zo ver is, want ik heb best wel een zwak voor die jongen. Omdat hij gewoon voor iedereen klaarstaat. Maar ik begrijp zijn woede van gisteren gewoon niet. Nee, ik begrijp het ook niet. Valt ook niet te begrijpen, denk ik. Ik zag het van een afstand en ik denk, ja, slaat me niet. Ik wacht wel even tot hij klaar is met praten. En misschien praten jullie daar nu ook over. Ik weet niet wat ze aan het doen. Maar volgens mij hadden ze het over nieuwe markt of zo. En met een boerenavond. Of met een Hollandse avond. Ja. Nieuw evenement. Ja. Daar had jij ook alweer ruzie over vanmorgen. Hè? Ja, met Jessie. Wie had zij dat ruzie? Zij met Jessie. Waarover? Over een nieuw evenement of zo. Ja. Onzin. Maar even voor mijn duidelijkheid dan. Want in principe zouden we natuurlijk eraf. Ja, het is eraf, ja. In principe zouden we tot de 22e niet meer drinken, toch? Ja. Hoe gaan we verder nog? Of wat ik ga gewoon verder. Kijk, ik ga sowieso tot en met de 7e. Kijk, het enige wat ik gewoon wil... Mijn zus is 7 november jarig, weet je wel. En ik hoef niet daardoor... Weet je, ik heb het niet nodig, Fred. Nee, daarom. Ik heb het gewoon echt niet nodig. Ja. Weet je, ik zou alleen zoiets hebben van proosten om mijn zus te verjaardag, omdat zij er gewoon niet is. Maar dat kan ik ook goed doen met een glas water. Ja, anders zie je het wel. Ja. Maak gewoon geen afspraak meer, kijk het gewoon aan. Ja. Dat zou mijn advies zijn. En joh, tot de 22e, dat is aanstaande dinsdag, dus dat red ik wel. Ja, tuurlijk. Ja. Weet je, ik ben heel trots op jou, maar goed. Kijk, ik heb het misschien verbroken. Ik heb het misschien het hele maand verbroken, maar ja, het is 3 dagen. En nogmaals, ik zou me echt ellendig voelen als ik het niet eens met jou had besproken. Ja, je zei het al van tevoren van, joh, ik denk dat ik ga drinken, want misschien is het wel het laatste evenement dat we met z'n allen zijn. Ja. Joh, je moet het helemaal zelf weten. Ja. Echt waar. Maar, misschien voortaan niet meer zeggen tegen mij van, joh, doe mee een wijntje. Weet je. Nee. Dat kan natuurlijk de verleiding zijn, maar joh. Ja, nee. Gelukkig was ik sterk genoeg en dacht ik, nee, ik ga er niet aan doen. Ja. Nou, Jens is klaar. Wat gaan we nou weer? Ik heb geen zin in een... What's up? Ja. Wat is er? Nou. Je loopt iedereen af. Ja, ga ik ook doen. Wat is er? Nou. Voor de 16e à 17e... is een vergunning aangevraagd. Ik heb een goedkeuring gekregen voor een muziekevenement, dance event muziekevenement. Daar ben ik op 2 vergaderingen ben ik daarop teruggekomen.
dat gaat gewoon nog steeds door. Maar nu is er dus ook een vergunning aangevraagd voor de 23e, voor de Hollandse avond. Welke dag valt dat? Nee, op een zaterdag of een zondag. Week daarna. Ja. Dus ik wou eigenlijk met Jesse gaan zitten voor een begroting. Maar ik denk van dikke vinger, want hij deed fucking lullig gelijk. Van ja, en de 23 is er een Hollandse avond aangevraagd. Tenminste, dat er een Hollandse avond komt. En als dat goedgekeurd wordt, dan gaat de 17e niet door. Ik zeg, bepaal jij dat? Hij zegt ja, want het moet langs mij. En als ik zeg dat het niet doorgaat, dan gaat het niet door. Mm-hmm. Maar niemand heeft bij de vergadering gezegd van dat het geen goed idee was. Mm-hmm. Hij is zelfs naar me toegekomen om te zeggen van Sjo, ik wil je ermee helpen. Ja, heeft hij ook tegen mij gezegd. Ja. En nu opeens... Weet je, jij hebt gezegd, vorige vergadering, maandag kom ik met een begroting. Toch? Ja. Gewoon lekker doen. Lekker je begroting maken. Gewoon lekker doorgaan alsof er niks aan de hand is. Maar hij bepaalt dat toch niet? Dat is plus. Dat vind ik niet. Nee. Nee, dat kan hij niet bepalen. En ik heb nu aan Jens ook net gevraagd. Dat, of hij me wil helpen met een begroting, dat wil hij gelukkig. Ja. Dus maandag is er een begroting. Top. Maar ik vind het gewoon... Weet je, ik heb gisteren ook met mijn danslerares gepraat. Zij wil zelfs... De hele groep wil zijn dans leren. Dus iedereen die mee wil doen, dat ze een dans aan ons aanleert. Tof. Ga jij dan wat doen dan voor de rest? Nou, ik wil dus de dans die ik heb geleerd, wil ik nog één keer doen. En ik wil ook aan haar vragen of ze misschien nog één dans wil leren. Mm-hmm. Zodat ik twee dansen doe. Fren, als jij dat wil, misschien kunnen we samen... Ik zou het heel leuk vinden als jullie het samen doen. Dus, je weet dat ik er altijd voor openstaan dan het groep. Ja, dat is lekker lullen, man. Ze hebben altijd wel wat te lullen hier binnen. Nou, je bent een volwassen vrouw. Je kan zelfstandige keuzes maken. En als jij dan een keuze maakt om 3 dagen eerder dan je deadline een wijntje te nemen, dan doe je dat lekker. Toch? Voor hetzelfde ben je morgen dood. Ja, dat is ook zich ook. Ja, zo denk ik echt vaak, hoor. Dan zeggen mijn vriendinnen, ja, zullen we volgende zomer? Zeg ik, nee, dat doe ik echt niet. Nee, voor hetzelfde als je legt morgen onder een bus. Ja. Dat gaan we allemaal niet doen. Hey Dylan. Hi. Hallo liefie. Nee. Shelly gezien. Deze organisatie van Love is Love heb ik geen Shelly gezien. Tijdens een opbouw van Love is Love, podiumvrees en de markt heb ik geen Shelly gezien. Gisteren als iedereen zijn eigen uit de naad aan het werken is, waar Shelly in een cupcake jurk aan het rondwaggelen, lekker aan het dansen en aan het drinken. Om 9:30 begon ze pas met cupcakes neerzetten van de tafel. Dat bedoel ik, maar terwijl we een hele eis hebben omdat madame cupcakes moet verkopen, wat een leuk idee is trouwens. En dan wil je nu een evenement gaan organiseren. Wij waren bezig hier met die kraam opzetten, wat zit zij te doen boven achter de computer. Ja! Ja. Was dat ook niet dat wij jullie tent allemaal aan het op- en afbouwen waren? Ja, dat weet ik niet, ben ik met die tent. Nou, toen ben ik naar haar toe gegaan, ik moest iets opzoeken. Oh, toen het nummer van die tenten, meneer. Dus ik ging heel snel naar de computer even een nummertje uitprinten. Kijk, huh? Ik zeg, nou, ik weet niet hoor, maar hé, kijk, jij en Marissa hebben het allebei andersom. Hey! Hey! Even kleuren! Toen zat Shell als enige van Allutopiaan achter de computer, dus ik zei daar wat van. Krijg ik een grote bek, jongen, niet te doen. Toen dacht ik, ja, maar iedereen is aan het helpen, jij chillt hem achter de computer. Maar met dit soort dingetjes, kijk, als er dus mensen wat van mij vragen, dan ga ik meestal of roken of plassen. Nou, zij gaat nu roken, dus ik dacht, ik ga even plassen. En dan denk ik erover, nou, wat er nou eigenlijk van me gevraagd wordt. Ja, dat is relativeren. Juist. En dan denk ik van, wauw, ik word gewoon... Ik zag het gelijk op. Ja? Ik zag jouw kop ook al daar in de wc en toen dacht ik, oh wacht. Ik wilde al bij jullie komen zitten, maar ik dacht, ik ga even roken, omdat ik net die knakworstjes op had. En toen zag ik dat Shelly bij jullie kwam zitten. Dacht ik, oké, dan ga ik ook even plassen, want dit kan nog lang gaan duren. Ja. Toen dacht ik, dan ga ik eens even kijken. Ja, en dat is gewoon wat het was. Proberen om te praten met een dansje met haar. Kijk jij eens naar een werelddeel? Nee, helemaal niet. Wat vind je anders eruit? Wordt eerder gebruikt. Ziet er anders uit, hè? Nee, met het evenement. Ja, echt mooi. Weet niet of je langer dan in. Nee, maar gewoon, je hebt echt van die beetje cat-eye ogen nu. Heel mooi, wijf. Nou, ik was bij één oog uitgeschoten. Toen zei ik tegen Poes, oh, dat is lelijk. Toen zei ze nee. Nee. Toen ik bij de ander ook maar uitschoten. Gewoon ook dat je haar zo strak naar achteren zit. Nou, bedankt. Ja, dat is goed. Nou, daar gaat ze door je feestje, maar niet zo. Ga je mee koffie pakken, Poes?
Ja. 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 Nicky staat er ook nog, die hou ik even op. Nou, wat gezellig. Ja, sorry, je moet wel een arm uit. Ik ga koffie pakken. Ah, je komt weer op het terras. Weet jij wat die dingen zijn? Wat wil jij voor koffie dan, Poes? Chino. Was dat van de kerk? Ja hoor. Oké, Poes. Wat? Kompran. Oké, wifey. Ja, daar stonden de Charlies lagen daaronder. Oh. Ja, ik mis die fles. Zal ik het even weggooien? Of zo? Moet ik gewoon even of gaan roken of gaan plassen? Zet de kussens maar gewoon bij de poort neer. Ja. Ja. Zie je een vraag stellen, zeg hey, ik kom er zo eventjes op terug. Ja. Je moet er even over nadenken. Dat is goed als je ja, doet, hè? Zeker, ja. Ja, dat is heel goed. Dat is me ook heel lang geleden geadviseerd ook, hè? Ja, maar dat kan je ook gewoon doen, hè? Dat is echt geen enkel probleem. Ja. Oeh. Waar is de boer? Ja, die lag daarom, schat. Zet ik even weg. Oh, ik heb zo'n zin om met je aan de bed te gaan, liefje. Leek me voor. Voor zover één. Da. Hey, effe, is Ger nog steeds op bed? Wat? Nee, sliep. Ja. Waarom? Omdat ik koffie gepakt had. Ik ga naar het terras. Naar het terras? Ja. Oh? Ik moet nog een mokken hebben. Waar is mijn broodje knak? Wat? Waar is mijn broodje knak? In het buikje. Ben je voor de knakkels zijn? Had je niet gehoord of je ook van mij wou maken? Kijk hier. Nee, nog twee. Wil die ook? Ja, wil die voor de knak. Hey, wil jij suiker of zoetjes, Poes? Ik doe wel suiker. Kom maar. Ja, die zijn koud. Is dingetje nog op bed dan? Wie? Ger. Oké. Okay. Ja, Nis is terug naar bed. Oh. Wie? Okay. Niske. Ach. Ach. Nou ja. Ik ben er toch ook gewoon, of niet? Jij bent er ook gewoon. Ja. Maar ze zal het wel zwaar hebben. Lekker of niet toch? Dan? Wat dan? Ze zal het wel zwaar hebben. Nis is er altijd. Waar is Gary de Henos? Oké. Okay. Nou, hier, Poes, jij moet natuurlijk wel een lepel. Nee. Ken je al die zaken? Sorry, maar mijn string zit in mijn panty. Is oké. Okay. Oké, hij is uit. Het is oké. Okay. Wat? Ja hoor. Ik ben benieuwd als iemand naar je toe komt. Hé, heb je nou mijn vest aan? Ik denk echt dat die van Willy is. Van wie? Nee, ja. Joh, die draagt dat soort dingen. Jawel. Ik weet het niet. Dat is van Willy. Geen idee. Ik weet het wel. Ik heb hem aangekocht. Ze zei tegen mij, ja, dan gaan we samen dansen. Superleuk. Rust hem gewoon om te kopen, hè? Ja. Ja, ja, grappig, hè? Ja. 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 Alles om een zin te krijgen. Ah, nee, weet je wat het verschil een beetje is? Kijk, we kunnen niet op de 16e en op de 23e een muziekevenement organiseren. Ja. En als we op de 23e een muziekevenement doen en op de 24e de markt, dan heb je een laatste evenementenweekend met je laatste twee evenementen. En dan kan je de kosten van een grote tent kan je splitten op twee evenementen. Ja. Anders sta je straks op 16 november sta je of hier in de kou. Met z'n allen, of je moet los voor één evenement een grote tent gaan huren. Ja, dat is ook niks. Dat schiet niet op, dus daarom gaat de voorkeur uit naar de 23e. En als mensen daar een dansje op willen doen, dan gaan we dat heus wel regelen. Tuurlijk. Maar het gaat er meer gewoon om, de datum is gewoon niet geschikt. Achteraf, want ik was wel voorstander van de 16e, maar niet wetende ook dat we op de 24e de markt gingen doen. Dat zou eigenlijk pas december zijn. Ja. En als je het kan combineren, is het gewoon mooi. Ja, ja, weet je wat het ook is? Ze zei ook van, joh, maken we 10 euro winst, ook prima. Dan denk ik van, ja, maar dan hoef je toch geen evenement aan te koppelen. Dan kan je het gewoon voor de groep doen, toch? Als je zo graag wil dansen met mij samen. Ja, ja, dat is het ook. Nou, ze had het erover dat ze de vorige dans nog een keer wil doen. En, maar het kan ook op een ander evenement, snap je? Ja. Kijk, als je 10 euro winst maakt en je maakt wel veel kosten, dan is dat winst die je eigenlijk, die kosten die je maakt, dat zal anders winst zijn op een ander evenement. Klopt, daarom. Dus als je 2000 euro omzet genereert en 2000 euro kosten maakt, dan had je beter die 2000 euro omzet extra op een ander evenement kunnen hebben. Precies. Ja, ik heb gewoon gezegd, joh, jij zou je begroting af hebben maandag, dus doe dat lekker. Ja. En ze kan ook wel gewoon dansen, maar gewoon op een ander evenement. Ja. Maar nu opeens wel met mij, snap je? Ja, bijzonder hè? Ja. Dat slaat echt nergens op. Ja, Shelly. Shit.
op 500. Hey Jens, mm-hmm. Zou jij eens even snel kunnen kijken op internet wat oude straatstenen opleveren? Of dat überhaupt wat oplevert? Dan gaan we ergens eind november eens een keer al die straat, die hele straat eruit trekken. Verkopen. Oh ja, oude stenen verkopen. Oh, dat zag je eerst dan. Monumentendepot, oh nee. Nee. Maar daaronder ergens inkoop oude bestrating. En die daarboven ook. Betontegels denk ik, zag ik staan. Wij kopen dus ook uw oude bestrating in. En zijn het betonstenen? Ah, ik ga ze eens bellen. Ik ben heel benieuwd, want we hebben namelijk wel echt heel veel liggen hier. En het is nog een lekker stukje bezigheidstherapie, hè, zo richting het einde van het jaar. Ik denk dat het niet gaat lonen. Klinkt wel dik inderdaad. Ja. Steenarend. Van Dam. De oude klinker. Evenement natuurlijk, en dat je zei van joh, 10 euro winst is ook prima wat jou betreft. Maar kunnen we dan niet gewoon het met de groep doen? Dat we gewoon zonder bezoekers, maar gewoon dat jij iets gaat performen gewoon voor de groep. Dat je niet een heel evenement aankoppelt. Want ik sprak Jess net ook erover dat de tenten, dat dat gewoon beter uitkomt 23e en 24e. Weet je, dat je dat in één keer pakt. Dus dat je gewoon met groep een gezellige avond gaat doen. Ja, daar zie ik, daar voel ik niet echt iets voor. Want hoezo wil je het, wat je zei van joh, dus meer voor de bezoekers, dat die ook gewoon meer tijd hebben met ons. Om met ons ook een gesprekje aan te kunnen gaan zonder dat wij hard aan het werk zijn. Weet je, dat hoor ik heel vaak. Ja. En als je het weet je net als gisteren. Ja, inderdaad. En ja, ik weet niet of je dat meent, maar dat hoor je wel heel vaak. Dat mensen gewoon met ons willen praten. Bijvoorbeeld ook een Brandon, die staat altijd achter friteuse. Mm-hmm. En niemand kan echt met hem praten. En hoe leuk is het als je dan een evenement hebt wat niet super groot is, maar dat het gewoon lekker knus en gezellig is. En dat de Utopianen ook gewoon echt tijd hebben om de bezoekers aan te spreken en een gesprekje aan te gaan. En dan met daaromheen als entertainment, dat wij optreden. Dus er is dan geen kosten voor een artiest, want wij vullen die entertainment in. De hele avond. De bezoekers hebben meer tijd om met ons echt te praten. Ja? Maar dan is het idee misschien dat er alleen vrijwilligers werken dan? Kijk, we staan wel achter waar we normaal staan, dus waar iedereen staat. Yeah. Maar waarschijnlijk komen niet super veel mensen, waardoor een vrijwilliger er ook heel even kan staan. Waardoor wij meer vrije tijd hebben om echt met de bezoekers te praten. Brennan, gaat een vrijwilliger niet alleen laten staan? Dat doet hij niet. Dat is, gaat tegen zijn principes in. Dan hoop ik dat hij een keer zijn principes opzij zet. Dat doet hij niet. Nee. Dus als je het doet omdat mensen met Brennan willen praten, dan... Dan staat hij niet achter de friet. Ja. Wat ik al zei, joh, kom gewoon maandag met de begroting en dan zien we wel wat het, wat het op wat het gaat. Maar ja, ik ga er wel alles aan doen dat het gewoon doorgaat. Oké. Okay. Want de 23e staat niet eens vast. Tenminste, er is geen goedkeuring. Oké. Okay. Ah, de 23e staat grotendeels natuurlijk waarschijnlijk voor de vergunningen ook af. Je hebt een maximum aantal vergunningen van de 16e. Ja. Cowgirl. Als je 300 kaarten verkoopt, dan kan je niet met onze eigen muziekinstallatie afkopen. Want dat is voor max 200 man? Ja. En stel je voor, je zet hem op 200.